Een van de leukste overleggen die ik had, ik vond het echt, het is niet geloven in die tijd, dat was het overleg dat je had met Koninklijke Horeca Nederland. En dan sprak je met mensen als Ruud Witteman en Richard van Leeuw en Wim Anconé die hilarische verhalen vertelden. En in dat gezelschap was er ook iemand die net begon om mee te kijken naar het collectief ondernemersbelang. En die als eindverantwoordelijke van het Haagse Schouw van de Valk Hotel ook mee ging denken in Horeca Nederland. Daar staat hij, Frans. Frans Schoonhuis. De man die altijd, viel mij toen op, in kostuum aanwezig was bij die besprekingen. Daar waar de rest vaak in de spijkerbroek binnenkwam. En in die tijd ook nog een beetje onwennig keek hoe dat daar allemaal ging op dat stadhuis. Toen sprak je de burgemeester nog met u aan en zo. Ik weet je daar altijd nog heel formeel en correct dat je ook altijd hebt gebleven daarna zo sprak. Frans was dus lid van Koninklijke Horeca Nederland. Ik ging weg, ging iets anders doen, maar mocht in 2010 terugkomen als wethouder van deze stad. En toen was Frans er nog steeds. Nog steeds als lid van Koninklijke Horeca Nederland. Maar hij was op dat moment ook voorzitter geworden van het hoteloverleg. Die groep van hoteliers in de stad had hij ook bij elkaar gekregen. Vanuit het gemeenschappelijk belang laten we samenwerken. Maar dat voorzitterschap dat legde hij neer toen hij op 1 september van dat jaar, in het jaar 2010, waar ik nu werd gevraagd om voorzitter te worden van het centrummanagement. De organisatie die, u heeft het net gehoord, al die plannen aanjaagt om die beste binnenstad te willen zijn. En dus dat is nu 6 jaar geleden. En ik, een paar dingen heb ik even opgeschreven, omdat ik dat dan toch maar even zeker niet wilde vergeten. Alleen al in het centrummanagement heeft Frans vrijwillig ruim 3120 uur, dat zijn 390 dagen, geïnvesteerd. En wij wel voor je bijgehouden, Frans. Je hebt niet eens geklokt. Frans is een echte manager met een heel groot Leids hart. Die mensen weet te inspireren, te motiveren, te betrekken. En hij cijfert daarbij zichzelf volledig weg. Het gaat niet om hem, het gaat om de mensen om hem heen. Hij zorgt ervoor dat ze op de juiste manier gestimuleerd worden om verder te komen. Waarbij altijd het collectieve belang voorop staat. Hij handelt daarbij altijd, zo heb ik hem echt leren kennen, altijd oprecht, transparant, hard op de inhoud, zacht op de relatie. Hij realiseert zich als geen ander dat je alleen harder kan rennen, maar dat je samen veel verder komt. Daarom is het noodzakelijk dat gemeenten en ondernemers samen moeten werken. Daar heeft Frans in de afgelopen jaren ook hard voor gemaakt. Hij draagt straks de professionele organisatie over aan André Veenboer, die straks hier als nieuwe voorzitter komt staan. Maar ik wil toch nog een paar voorbeelden noemen van dingen die Frans heeft gedaan. Eerste, noem maar 4 zaken. De lobby verbinden, versterken, verbreden en professionaliseren. Of die ga ik even. De lobby. Ik mag nu zelfs 6,5 jaar in die politiek zitten. Het is echt van groot belang, weet ik. Ook al vond ik het soms vervelend. Nee, niet tegen. Maar het is heel van groot belang dat het ondernemersgeluid en het belang van het ondernemersgeluid doorklinkt in de raadzaal. En iedereen is daar ontvankelijk voor dat geluid, maar het komt er niet automatisch door. Waar loopt een ondernemer in Leiden tegenaan? Wat moeten wij daar proberen te regelen voor zover wij daarover gaan? Frans was degene die dat continu bepleitte. Of dat nou ging om het volhouden dat die parkeergarage bij de Lammermarkt moet komen. Of die bordjes zoals we ze net zagen staan. Of de parkeergarage bij de Garenmarkt. Of de inrichting van de Breestraat. En dat dat echt sneller moest dan de plannen. Of nu de inrichting van de Haarlemmerstraat. Je was er steeds te warm pleitbezorger voor. Die lobby deed hij altijd op die respectvolle manier, waardoor het ook zo succesvol was. En daarbij nam hij zijn kennis van gastvrijheid uit die hotelbranche waar jij werkt mee. Hij opende ook bij ons de blik, ja maar je moet kijken vanuit de bezoeker van de stad. Hoe ervaart hij of zij dat? Dat heeft hij echt meegegeven. Frans heeft daarin weten te verbinden en ook weten te versterken. Want een van de eerste dingen die hij deed toen hij als centrummanager bij het centrummanagement startte als voorzitter, was ook het oprichten van de stichting Ondernemend Leiden. Frans zag in dat weliswaar de binnenstad en al het gebied binnen de singles en het station, dat die binnenstad ook relevant is voor het functioneren van die bedrijventerreinen daarbuiten. Maar dat de mensen die daar werken ook weer van belang zijn voor die binnenstad. En die samenwerking van die twee, het overige bedrijfsleven in de stad en de binnenstad, heeft hij gestimuleerd door die stichting die zich daarmee bezighoudt, het collectieve belang van de hele stad. En samen met Saak Scheffer, die hier ook aanwezig is, heeft hij zich hard gemaakt toen ze weg moesten bij de locatie van de Kamer van Koophandel, toen dat gesloopt ging worden voor dat pand. Ze nu in het handelshuis zijn gekomen met het centrummanagement, het cultuurfonds,
met Leiden Marketing, met de BV Leiden. Verbinden, al die partijen bij elkaar krijgen en het daarmee ook versterken. Hij heeft ook weten te verbreden. En nog goed dat 2 jaar wethouder was, ineens dat idee opkwam. En als we nou de toeristenbelasting die jullie innen gewoon aan ons geven, dan kunnen wij het investeren in de bezoekerseconomie. En zo heeft de Raad dat ook besloten. Elke euro die we ophalen met toeristenbelasting gaat naar, via het ondernemersfonds, naar het hoteloverleg. En de gezamenlijke hotels zitten namens de partijen in de stad aan tafel, bijvoorbeeld bij Leiden Marketing, om het te hebben over de plannen. En ik vind het weer mooi om daarbij te zitten, omdat ik dan hoor hoe de professionaliteit van mensen die de bezoekers ontvangen, of dat nou zakelijke gasten zijn of toeristische bezoekers, dat belang komt ineens bij Leiden Marketing binnen. En het leidde zelfs tot de top bijzondere vraag vorig jaar in de Raad vanuit de hoteliers: mag de toeristenbelasting wat omhoog? Want we willen graag meer geld hebben voor marketing. Ja. Binnenkort ligt het weer voor in de Raad om dit te evalueren, maar ik heb daar een hele positieve evaluatie over mogen lezen. En het belangrijke was ook het professionaliseren. In de tijd dat Frans aansloot bij het centrummanagement was het financieel misschien best even spannend, maar die boel is helemaal weer op orde. Je hebt een centrummanager aangetrokken die we hier net hebben zien staan. Ik vind het wel heel wat dat je die in toon weet te houden, zeg maar. Dus dat is je ook nog gelukt, je hebt het weten te managen. En ja, het leidt ertoe dat we een ijsbaan, een kerstmarkt hebben, we hebben het allemaal gezien, en dat er nog steeds een financieel gezonde club staat, die recent dus ook voor grote verplichtingen voor meerdere jaren die feestverlichting in de hele stad, een duurzame feestverlichting, heeft kunnen regelen. Frans, jij neemt nu afscheid als voorzitter van het centrummanagement. Je bent gelukkig niet weg uit de stad. We gaan je vast op allerlei gelegenheden nog wel terugzien. Maar ik wil je, ja, ik denk namens heel veel mensen hier, toch bedanken voor de manier waarop jij al dat werk hebt gedaan. Het verbinden, het verbreden, het professionaliseren, de kennis meegeven. Ik zei het net al, dat vanaf het eerste moment dat ik jou ken, doe je dat als een gentleman, als een heer. Je weet waar je voor staat, je weet wat je wil, dat zeg je ook duidelijk, maar je blijft er altijd correct bij, constructief bij, en daardoor bereik je in mijn optiek ook ontzettend veel en heb je heel veel bereikt. We hebben ook best wel eens tegenover elkaar gestaan, strijd gevoerd, maar dan was dat altijd toch heel waardevol om dat wat je meegaf ook weer mee te nemen naar de bredere afdeling. We hebben in Leiden een soort van onderscheiding die wij uitreiken aan iemand, dat doen we zo 1-2 keer per jaar, aan iemand waarvan we vinden dat hij echt een bijzondere verdienste voor onze stad heeft. En ik vind het een eer om namens het college van Leiden jou daarom de gouden speld van de stad Leiden te mogen geven. Gaatje nodig om een stage te krijgen. Ik zeg gaatje, even Bas de Wit bellen, ik zit geen gaatje. Ik krijg nou wat. Even bij je ver aan. Hou ik hem even zo. Ja, dan zien wij eens maar. Ja. Oké. Mag ik jullie allemaal vragen om de datum gaan staan? Dat deed hij er ook nog naast, hè?